En zo, dames en heren, staan we hier aan de start van het bekende wielerevenement De Ronde van Nederland. Dit jaar met bijzonder veel bergen in het traject. We gaan een gesprekje houden met bekende wielrenners, waaronder Theo Trommelrem, die u net hier even langs zag komen. Theo, wil je hier eventjes komen voor het gesprekje? Hallo, dames en heren, het is de bedoeling dat we even praten met Theo Trommelrem. Ik ben bij het dan kan ik hem erin plaatsen. Hoe bedoel je? Ja, mooi, fijn. Dan kan ik hem hier parkeren. Staat hier lekker even voor mij, staat die prima. Goedemorgen. Dat kun je wel zeggen, ja. Goedemorgen. Ja. Ik mag zeggen hartelijk Trommelrem, Theo Trommelrem. Hoe maak je het? Alles goed thuis? Fijn. Goedemorgen. Fijn dat je even met ons wilt praten. Ik vind je bent een beetje laat. We hadden wat eerder afgesproken. Hoe kom je zo laat? Ja, enorme last van zadelpijn, hè. Daar word je gek van, hè. Zadelpijn heb ik gauw last van, hè. Zadelpijn hier van achter, hè. Hoe is het mogelijk? Je woont hier 5 minuten vandaan. Je hebt nog maar 5 minuten op de fiets gezeten. Hoe moet dat straks al die dagen op het zadel zitten? Ja, dat wordt biefstuk tataar, hè. Biefstuk tataar wordt dat, hè. Dan moeten twee van die lopjes hier zitten, hè. Hier zo heen. Hier een haasje, hier een kogeltje. 1,5, 2 ons. Mag het ietsje meer, zou je zeggen, te slagen dan. Oh, ja. En die doe ik ertussen en dan rijdt het lekker, hè. Dan zit je lekker, hè? En ik maak ze lekker van s'avonds ook, hè? Want ze zijn helemaal plat. Zo in het pannetje, even bop, om en om. Snuf de knoflook erop, smullen geblazen. Dat is toch interessant dat we dat even mogen horen, dames en heren. Dank u wel. Goedenavond. Maar luister eens even, Theo, ik zie dat je bijzonder geprepareerd bent. Ja, ik heb een fiets meegenomen. Dat is namelijk zo, met wielrenners dan hebben ze altijd een fiets bij. Dat is het meest essentiële van een wielrenner, dat hij een fiets bij zich heeft. Die heb ik dus meegenomen. Ja, als je me eens even goed vasthoudt, dan kunnen we het allemaal even zien. Wat wil je zien? Wat er hier allemaal op die fiets zit. Ja, ik heb hier om te beginnen dus het voorwiel. Ja. Hier is het voorwiel. Hallo. En daar zit het achterwiel. Theo. Ik kan hem ook omdraaien. Ja. Dan heb je dus hier het voorwiel en daar nee, het achterwiel. Nee, dit is het. Het is maar net hoe je neerzet. Dit is het achterwiel, maar dat weet iedereen. Natuurlijk. Het gaat mij om de spulletjes die je hier zo om die fiets hebt zitten. Maar ik zie hier bijvoorbeeld een kaart. Ja, dit is de kaart van Joegoslavië. Hoezo? Die van Nederland was uitverkocht. Maar ik vind het altijd prettig om een kaart voor me te hebben dat je ongeveer weet waar je heen moet. Dat is heel interessant, dat hadden we natuurlijk niet verwacht, dus dames en heren, dat dit gebeuren zou. Ja. En dan zie ik daar nog meer. Ik zie hier bijvoorbeeld een wekker. Ik zie duidelijk een wekker. U hebt goede ogen. U hebt gehoord dat u dat ziet. U bent de eerste die erop valt. U ziet inderdaad een wekker. Ja, inderdaad. Dat heb ik zo gedaan. Je hebt wel eens op de rechte stukken dat je even weg zou. Dan zak je even weg. We gaan vervelen zo'n lang stuk en heb ik hier de wekker. En als er een bocht dan komt, dan gaat hij lopen en dan stuur ik bij. Begrijp je wel? Het is toch weer bijzonder interessant om te horen, dames en heren. Een wekker voor het eventuele wegzakken onderweg. Zie ik daar ook nog bij, tot mijn grote verwondering, een radio. Waarvoor heb je die radio, Theo? Ongelooflijk. Heeft iemand wel eens tegen u gezegd dat u zulke goede ogen hebt? Oh, uilenogen. In het nacht kijken. Hallo. Hoe bedoel je dat? Vertel, waar heb je de radio voor? Dat heb ik dus. Dan kan ik onderweg het verslag horen van de wedstrijd. Begrijp je wel? Die hoor ik onderweg. Dan zet ik de radio aan, dan hoor ik het verslag. Meestal niet, want hij is kapot. Interessant om te horen. Dank u wel. En dan zie ik daar een hele ouderwetse toeter. Mag ik weten waarvoor je dier? Wat een ogen. Het is ongelooflijk. Man ziet alles. Ik zie het daar. Ja, dat is een toeter. Je hebt wel eens van die ijskonijnen. Die gaan vlak voor je rijden. En dan maak ik even deze. Dan liggen ze in de berm, hè. Dat is bezemwagen geworden, hè. Bezemwagen, Heel interessant om dat dank even wel, van je dank te wel, horen. Dank u. Zeg, en je doet natuurlijk heel erg veel aan je conditie. Ja, dan blijf je bezig. Op gewicht, hè. Je moet op gewicht blijven. Ik had eigenlijk niet mee mogen doen. Haast niet mee mogen doen. Ik was 1,5 gram te zwaar. 1,5 gram te zwaar! Daar op het toilet, 1,5 gram? En dat moet eraf, anders mag je niet mee doen. Natuurlijk. Dus toen ben jij op een dieet gegaan, praktisch niet gegeten natuurlijk, alleen wat gedronken en zo? Nee, ik heb gewoon mijn mandelen laten knippen. Dan ben je licht, hè. Speciaal daarvoor. Maar nog even neerzetten, dat was erg vermoeiend. Er gaat jou dus geen zee te hoog, merk ik wel. Nee, zee je zeker niet, want ik waterfiets ook. Ik fiets ook water, jazeker. Windkracht 9, ik ga gewoon door. Niks mee te maken, ik ga gewoon door, hoor. Het is ongelooflijk. Zeg, is dit jouw eerste echte goede wielerronde? Dat je zegt, ja, dat is hem. Is dat je eerste? Is dit mijn eerste wielerronde? U hebt uw huiswerk wel heel slecht gedaan, hè? Mag ik het zeggen? Is dit mijn eerste wielerronde? Natuurlijk niet. Ik heb al 3 jaar geleden de Ronde van Utrecht ook gedaan. De Ronde van Utrecht.
16 uur! 16 uur, alle betalen allebei! 16 uur! 16 uur! Maar, ja, ik hoor het duidelijk. Jazeker, 16 uur! Waarom heeft dat in vredesnaam... 16 uur! Hallo? Ja. Waarom heeft dat 16 uur geduurd? Ik heb 3 uur vastgezeten, Bouwerijn. 3 uur vastgezeten, Bouwerijn. Ze hadden geen rekening gehouden met de spits. Hadden ze geen rekening mee gehouden. 16 uur! En dan uur. Hebben we hier iemand die jou een beetje een hart onder de riem kan steken. Caroline Kaart! Is ze aanwezig? Wat leuk, die doen ze vaak. Carolientje! Ah, oh, die vind ik zo leuk. Caroline. Hey, Theo, ogenblik, je begrijpt het verkeerd. We hebben het over wielrenners en dan bedoel ik in dit geval de beroemde Nederlandse wielrenner Gerry Kneteman. Wie? Gerry Kneteman. Je weet toch wel wie Gerry Kneteman is? Ik zou niet weten, man. Hier staat hij naast je. Is dit hem? Ja. Eerlijk waar. Gerry, dit is Theo Trommelen. Hallo Theo, hoe is het? Alles nee, goed? Nee, ik ben Kneteman. Oh, ik ben Theo, natuurlijk. Ja, natuurlijk. We zouden het omwisselen. Ja, natuurlijk. Ik ben Theo, natuurlijk. Nou, en hier staat nou de man die onder andere alles een Tour de France gereden heeft. Oh, ga weg. Ja, is hij dat? Ja. Oh, ja. Ik ben wel eens wereldkampioen geweest. Ja, dag. Ja, dag. Dag. Ja, dag. Hier staat een regenboogtrui winnaar naast je. Het is niet waar. Ja, absoluut. Maak me niet gretig. Ja, maar het is het echt waar? Dat is hem nou. Absoluut. En dan heeft hij ook nog de Amstel. Ik heb ook wel eens zo'n regenboogtrui. Dat is wat te heet gewassen. Lopen door die zo. Luister nou even, Theo. De man heeft zelfs de regenboogtrui gewonnen, maar ook de Amstel Gold Race in 85. Die biertapwedstrijd heb ik ook eens al meegedaan. Ik ben naar huis gedragen. En wat is je vroeger van beroep geweest? Vertel dat eens, Gerry. Stratenmaker. Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Daar ken ik hem van, natuurlijk, die stratenmaker. Natuurlijk, hij bij ons thuis heeft hij de Rubroekstraat er al gelegd. Nou, perfect, perfect. Rubroekstraat? Perfect, zo leggen die steentjes. Al die kinderen breken de nek, natuurlijk, bij ons de Rubroekstraat. Nou, daar weet ik niks van. Jazeker. Dat is een tijd geleden, hoor. Wekenlang heb je op je knieën gelegen bij ons voor de deur. Voor jou? Dat heb je niet binnengehaald. Nee, nee, nee. Zeg, en Gerry is ook bekend door zijn radiowerk, hè? De Kneedstory. En daar bouwt hij zijn eigen vocabulaire op. Ja, heb je ook een zomerhuis? Ik nee. Ook. Lekker is dat, zo'n vakantiehuis. Nee. Vocabulaire. Ja, natuurlijk, die ken ik wel. Ik heb gewoon een bungalowtje dus. Vocabulaire bij mij is de duur. Ik heb een rietenkapje. Woordenschat. Juist. Woordenschat. Dat vind ik zo lekker. Schat tegen wat je zeggen, hou. Aardig, hè? Ja. Hij heeft bepaalde uitdrukkingen waar hij bekend door is geworden. Zoals Gerry bijvoorbeeld. Ik ben helemaal uitgewoond. Ja, kun je even vertellen wat dat betekent, Gerry? Nou, dat is net zoiets als een uitgewone woning, hè? Lekker onder gootstenen. Dat je afvoertje het niet meer doet. Ja, zoiets. Ah, ja. Als je over de finish komt, heb je daar wel eens last van. Oh, nou, mijn afvoertje is prima in orde, hoor. Afvoertje doet is dat niet meer. Zo? En dan hebben we de bekende uitdrukking uit het hol kletsen. Ja, wat is dat? Uit het hol kletsen, dat is dus een wieleruitdrukking. Hè? Dat wil dus zeggen, als je dus achter een andere renner... Ja. Ik zal het even voor u vandaan demereren. Dus hier vandaan, achter de renner, hup, van achteraf de voorbij gedemereerd. Wat is dat? Dat is dus uit het hol kletsen. Nou, ik vond dat prettig. Nou, dat is toch heel interessant, hè? Dus heb jij nog wat tips voor hem, Gerry? Ja, misschien belangrijk. Om een beetje wielrenner te worden, moet je beginnen met één ding te doen. Als de zon schijnt, moet je je klep naar voren doen. En die landkaart, je moet altijd achter de eerste aanrijden, dus je hebt die landkaart ook niet nodig. En dan de grootste tip, voordat je met wielrennen begint, moet je eerst een haar van je benen scheren. Haren van dan je moet benen je mee haren van je benen ja. Dat is juist mijn geheime wapen. Ik heb les gehad van een chimpansee, die werkte in een circus op zo'n driewieler. Die hebben me geleerd, die had ook zulke borsten op zijn benen, die gingen ze speer. Heb je dat goed? Absoluut. Oh, ik krijg het teken dat het startschot elk ogenblik kan vallen, dus we gaan beginnen met de ronde van Nederland. Kun je even de benen weer uit elkaar doen? Theo, ga er vandoor en ik wens jou heel veel succes. Nou, anders ik u wel. Ja, hè? Goedenavond. Ook namens Gerry. Ja, prettig kennis gemaakt te hebben. En als je nog eens bij ons in de Rubroekstraat komt, leg het even recht. Zo, daar gaat hij dan. Veel succes. Zeg, wat is dat voor een knakker? Dat is de bekende wielrenner Theo Trommelrem. Theo Trommelrem? Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Kom op.
Zo blij zijn als die koekoek weer terug is van vakantie. Ik word er doodziek van ieder uur mijn nest uit. Alle renners naar de start toe graag. Attentie, start. Kom, er is een valse start, er is een valse start. Terug naar de start toe graag. Attentie, start. Wat een snelheid hebben die geesten. Van Balk. Flip naar hartjes. Niks gebeurd heeft. Mijn motor doet het niet meer. Wat gebeurt daar? Mijn motor doet het niet meer. Geen pech. Lekker benzineleiding. Heb ik ook wel eens last van. En jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga vliegen. Vliegen. Daar ga ik hoor. Vliegen. Fladder, 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 fladder. Zo, daar ben ik weer. Heb ik wel gemist? Heb ik wel gemist? Je bent niet eens van de grond geweest, man. Nee, dat doe ik nooit. Ik heb hoogtevrees. Jan, ik heb last van een koude slurf. Ach. Wil je hem even warm wrijven? Maar natuurlijk, schatje. Lekker, ja. Lekker warm. Dank je wel, schat. Dank je weer. Het is wat, olifanten paren maar één keer in de 7 jaar. Moet er niet aan denken dat ik zo lang moet wachten. Hallo, wilt u weggaan met die camera daar? Hallo, ik wil nog niet op televisie. Hallo, geen opnames van mij maken. Weg met die camera. Komt u over een half uur maar terug, dan heb ik mijn make-up op, ja. Meneer heren, het is tijd voor onze zangrepetitie. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Ik dacht dat Frank Sinatra hoorde zingen. Sorry. Oh, wat een vreselijk geluid, hè. Verschrikkelijk. Als ezel heb je het ook niet makkelijk, hoor. De hele dag loop je maar rond te sjouwen met die zware dingen bovenop je rug. Steeds zetten ze weer van die zware dingen op je rug neer. Bah. Nou, ik begrijp niet waar die ezel over klaagt. Nee. Ik loop een leven lang al met 2 van die dingen op mijn rug. Herm, zeg, help, haar. Herman, heb jij een fietspomp bij je? Mijn bulten zijn leeggelopen. Wat leuk is dat, hè? Dat konijn dat kan, hè? Met die neus, hè? Wat enig, hè? Dat vind ik nou echt leuk, vind je niet, hè? Man, dat kan ik ook al met mijn neus. Hier, let op. Nou, hou hem maar op, want het lijkt nergens op. De konijn kon het veel beter, hoor. Ja. Er zijn wel meer dingen die konijnen beter kennen. In de zon, heerlijk, lekker. Zeg, kan je er niet een beetje anders bij gaan liggen? Dat is toch geen gezicht? Iedereen ziet dat toch, hè? Mami, alle kinderen lachen me uit dat ik uit de groene kool kom. Dat is helemaal niet waar. Nee. Je weet best dat je van de ooievaar komt, hoor. Ja, dat zeggen ze. Kinderen komen van de ooievaar. Maar als dat zo is, wie heeft mij dan gebracht? Blijven van achteren! Rechts! Niet verhalen! Oh, dat is een richtingstraat, hoor! Fletsen!
Ik zat van de week in de sauna, hè? Oh ja? Ja, ga ik ineens per ongeluk met mijn blote kont bovenop die hete saunakachel zitten. Nou, dat... Ik kan niks bijzonders vinden aan die uitlaat van u, hoor. Hij is volgens mij helemaal in orde. Nou, ik hoor toch regelmatig vreemde geluiden van achteren. Nou, ik kan echt niks vinden, hoor. Nou, wat gek. Waar komen dan die vreemde geluiden vandaan, joh? Mag ik u even iets vragen? Ja, als het maar geen geld is, dan vind ik alles in orde. Ik wil rustig alweer vragen, vraag u maar. Nee, ik wilde u vragen, hebt u hier misschien een wielrenner voorbij zien gaan? Een wielrenner? Ja. Meneer, doet u me nou plezier? We zijn hier in een dierentuin, hebben we toch geen wielrenners? We hebben wel een apie op een fietsie, maar we hebben geen dierentuin. We zijn bezig met de Ronde van Nederland en één wielrenner is de weg, geloof ik, kwijt. Hey? Wat is? U hebt een vogel op uw arm. Vogel op mijn arm? Ja. Oh, nee, die bedoelde. Ja, die gaat wel eens meer mee. Dat is een oude bekende van mij, hè. Oh. Dan kom ik werk hier in de dierentuin. Ik ben oppasser, dus je zit de hele dag tussen de dieren. Ik heb er zelf geen erg in, hè. Dan hangt er weer een burgslang om mijn nek. En dan gaat er weer een giraf op mijn achterbank zitten. Maakt niet uit, ik heb een open dakkie. Maar ik zie het niet meer, hè. Is het mogelijk? Ik zit dus onder de dieren de hele dag door, hè. U komt dus bijvoorbeeld wel eens thuis en dan hebt u ineens een beest bij u zonder dat u het eigenlijk weet. Mijn vrouw kijkt er ook niet van op. Die kijkt al, die kookt al extra. Die denkt, nou, er zal weer een eigen heimer meekomen, begrijp je wel? Ja. Wat is dat eigenlijk voor een vogel? Wat dit voor een vogel is? Nou, dat is een heel eigenaardig... Laat die pet van meneer los. Dat doe je niet meer, hoor. Denk erom. Ja, nee, daar hou ik niet van. Denk erom, hoor. Denk erom dat je dat niet meer doet, hoor. Ben je helemaal gek? Ik vind het niet zo erg. Nou, maar ik vind het erg vervelend. Is het een tropische vogel? Hij is tropisch, maar je kan hem ook buiten de ijskast goed houden, hè? Ja, je kan hem... Is het uit of niet? Ik rom je in mijn haar, hoor. Die flauwe gul iedere keer. Rustig toch, dat beest is een beetje speels. Dat is toch niet zo erg? Het is een pepe, je pettenpakker. Daar hou ik niet van. Maar dit is een Zuid-Afrikaanse strotvlieger, is het. Oh, zo heet hij. En is die tropisch? Ja, hij is tropisch, ja. Oh, wat merkwaardig zeg. Ja. Kijk, ik heb deze soort vogels eigenlijk nog nooit gezien. Nou, kijk u rustig. Ja, ik zie hoe oud is die. Ja, hij is zo oud dat hij zich voelt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hè? Dan weet je niet, hoe oud voel jij je? Oh. Nou, dat is erg oud dus, hè. Meneer, ja? Krijgt u niet meer omhoog? Krijgt u hem niet meer omhoog? Oh, de vogel! Ja, dat, hey, kom eens omhoog. Doe eens gezellig. Hallo. Daar komt Vanessa. Patricia Paatje. Wie heb je nog meer? Albert Mol. Albert. Dat is
duidelijk, hè? Ja, dat is duidelijk, ja. Is het een mannetje of een vrouwtje eigenlijk? Een mannetje of een vrouwtje, dat weet je nooit bij dit soort beesten. Dat kun je niet zeggen, of een mannetje of een vrouw. Wat is er? Nou, meneer Stress, wat doe je? Rustig, rustig. Wat leuk, dus het is toch een mannetje, begrijp je wel. Nou, ik denk alleen een vrouwtje is. Oh, dat moet u weten. Kan hij ook kunstjes? Kan hij ook leuke dingen? Kan hij ook kunstjes? Hij kan van alles. Hij kan bijvoorbeeld gedachten lezen. Dat is heel leuk. Ja, ik heb hier bijvoorbeeld een spelkaart. We doen even dat met dat spelkaart, weet je wel. Heb ik hier. Als u even een kaart wil pakken, gewoon een willekeurige. Niet kijken, jij. Niet kijken. Een kaart van de toestel. Ja, gewoon. Niet kijken! Ja. Even, laten we even zien welke kaart het is. Oh ja. Ja. Mooi. Ja. Nou, dat hebben ze wel gezien. Oké. Okay. Pop hem weer terug, ja. Tussen, ja. Goed, nou gaat hij dus kijken welke kaart het is. Hallo. Hallo, kom. Kom eens voor de dag. Okay. Word wakker, gek. Welke kaart heb meneer net gepakt? Haal hem eruit. Kan hij nou de goede kaart eruit? Hij haalt nu dus de kaart eruit welke u hebt. Dat kan ik vinden. Welke is het? De laatste toevallig weer. Zit hem? Nou, laat los dan. Laat. Rustig. Laat los die kaart. Hier doet u toch rustig. Welke kaart was het? Tot de 2. Tot de 2. Weet u zeker dat het niet de klavervrouw was? Nee, absoluut niet. Dat is de klavervrouw, is de verkeerde klavervrouw. Oh, wacht, daar heb je hier nog een. Wacht even. Op. Alsjeblieft, kijk even. Het is de schoppen 2. Ja, dat was het. Dat is wel wat natuurlijk, ja, dat is ja, de schoppen 2. En kan dank u. Dank u. Ja, leuk. Ja, bravo. 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 Dank u. Kan hij nog meer, meneer? Hij kan, wat hij ook heel leuk kan, dat is misschien ook wel aardig voor u. Hij kan aardig imitaties doen, hè? Ja, hij kan bijvoorbeeld, hoe heet hij ook alweer, die gek? André van Duin doet hij heel leuk na. Het is niet waar. Jazeker. Doe eens André van Duintje. André van Duin, weet je wel. Hoppa. Ik zie u wel. Het is even maal, weet u wel. Het is hem spreken toch, hè? Ja, doe maar weg gewoon die spoel, ja. Zeg, waarom heet hij nou eigenlijk de strotvlieger? U zei iets van de Afrikaanse strotvlieger. Ja, Zuid-Afrikaanse strotvlieger is het, ja. Waarom die zo heet, ja, dat weten wij ook niet. Daar zijn we eigenlijk nog steeds niet achter, maar de geleerde, de gang. Hé, wat gebeurt er? Meneer, gauw, meneer.
Goedemiddag, mag ik even snel bellen? Rekening Ronde van Nederland, ja? Ja, ik kom erom! Hallo, met Ayatollah! Ja, hallo Aja, met mij! Oh, Ayat, luister, ik heb heel weinig tijd, want Studio Sport begint zo! En ze hebben een nieuwe commentator, die wil ik wel even zien natuurlijk, hè! Bedoel, ze echt al die sporten, hè? Ze doen een Elfstedentocht! De Elfstedentocht, leuk, hè? Elfstedentocht, kijk, hè? Het is midzomer! Oh, het gaat niet! Ik heb geen tijd meer voor je, hoor! Aja, hallo! Zeus, hè? Nee, niet. Weet je moeder dat je hier bent? Ik heb ingesmeerd met uierzalf, ja. Uierzalf? Uierzalf, waar ook nog enige citroen in zit en dat is tegen vliegen. Ik verwacht niet er veel last van te hebben, maar wie weet. We zijn in Friesland per slot gerekening. Ja, zo is dat. We zijn in Friesland en dat zien u wel, hè? Want dit is de Elfstedentocht waar u naar kijkt. Het is rechtstreeks, het is nu 5:00, kijk u thuis maar op de klok exact. En daar gaan de wilde beesten worden losgelaten. Ze zijn achter hekken natuurlijk, omdat ze heel gevaarlijk zijn. En daar gaan ze. Het bijzondere van deze Elfstedentocht is, dat ziet u wel, dat het niet op schaatsen is, maar ze lopen hem deze keer. Kijk even, Prins Claus is daar, minister Lubbers, alles is erbij, Van den Broek. En daar gaan de spelers het veld in. Maar eerst even een interviewtje met iemand. Die is zijn kaart kwijt, geloof ik. Waar is die man? Geen kaart? Ik heb geen kaart. Ik denk dat ze één voor u maken met een Elfmerentocht. Dan krijgt u een nieuwe kaart. Dat is zo vrienden ook. Ja, die moet u bij de hand hebben, toch? Hand dan. Interessant zo'n babbeltje. En daar gaan ze dan toch hoor. Ze beginnen met de magere brug waar ze nu overheen lopen. Maak er nog even je gouden schoenen vast. Heel belangrijk. Even luisteren of hij wat te zeggen heeft. Microfoon wordt erbij gehouden. Waar is de kaart? Nou, daar gaat hij dan hoor. Ja, het is nog vrij donker. Dat zien jullie wel buiten. Maar zo meteen doen ze het licht dan. Ja, dat was heel leuk. Dat was van McDonald's, want er ook een tijdje. En er werd enorm snel bediend. Dat ziet u wel. 2 patat hamburger. Nou, het is aankomen, meenemen en wegrijden met die handel. Onderweg eten ze dat op natuurlijk. Hè. Die steentjes stonden overal langs de gehele route, kun je wel zeggen. Ja, dit is even het zogenaamde hol demareren. Daar hebben we net al over gehad met G.E. Kneteman. Hè. Dat weet u wel wat het is. Dit is vanaf de motorfiets. En nu moet u even opletten. Want nu gaat het hele zootje weer op die McDonald's tent af. Kijk eens wat er gebeurt. Het wordt echt voor gratis en voor niks weggegeven, zowat. Maar zometeen zien we ook nog een paar schitterende valpartijen. Dit is nog even het holrijden weer. Daar heb ik helemaal niet om gevraagd, om dit shot. Waarom doen ze dat? Als u goed oplet, dan ziet u zo dadelijk de helikopter waarin ik in zit. Kijk, daar zit ik in die helikopter. Vandaag geef ik mijn verslag, zodat ik het precies kan zien wat u allemaal ziet. Begrijp u wel? Alleen ik zie het dan van bovenaf. Nou, nu gaan we dus even beginnen met de valpartijen. Goed opletten. Zometeen komt nummer 4, dacht ik. Die maakt een enorme salto. Is dat deze? Ja, daar gaat hij. Mooi, hè? Mooi om dat te zien, hè? Er komt zometeen 69. Die klapt ook ineens tegen de grond aan. Ja, daar is hij al. 26 bedoel ik. Ik hou die cijfers niet aan elkaar. Schitterend, hè? Daar gaat hij. Misschien kunnen we dat talen nog even in de slow-mo krijgen. Die gaan ze nu even maken. En nu gaan ze dan, nou, daar is hij al. Ja, dan zijn ze razendsnel. En let u goed op, dat linkerbeen. Hand op de grond, 2 benen in de lucht en plat op die kin. Mooi, hè? Schitterend gedaan. Ja, hamburger is uitverkocht. Dat is even jammer. Als je daar te laat binnenkomt, heb je niks natuurlijk, hè? Dat zal wel Fries zijn. U ziet, het was helemaal het was een prachtige dag. En ook de vloerbedekking deed het heel goed. Door het gehele dorp was dat neergelegd. Van een bekende tapijtenfabrikant waarschijnlijk. Zelfs over de spoorovergangen was kamerbreed tapijt neergelegd. Let u even op die voorste man. Die hele baard helemaal onder het ijs. Ijsbaardje. Lekker fris. Deze verfrissing wordt u aangeboden, riep hij ook. Hopelijk, ja, dat gaat net goed. Kantje. Heel gevaarlijk zo'n brug daar, dat ze die dingen niet weghalen. Voor het weet ben je dus onthoofd, hè. Maar ze doen het heel goed. Er zijn weinig ongelukken mee gebeurd. Je zit erop te wachten, maar nee hoor. Dat is de ravatiering. Vreten wordt uitgedeeld, zou ik maar zeggen. Hè? Mooi shot dit ook, hè. Leuk, hè. Hoor je dat toetertje eronder, terwijl die slokje nam? Ik denk, ik zal even stil wezen. Leuk, hè. Maakt hij blaast erop. Geen toetergeluid. Dat is aardig, hè.
Dat gaat niet helemaal synchroon, maar goed. Maar het is toch leuk dat toetertje er weer bij zit, hè? Mooi shot dit ook. En daar gaat... Nee, ik dacht dat hij weer even viel, maar hij valt niet. Ja, toch. Ja hoor, ja, daar gaat. Mooi, hè? Ah, schitterend, hè? Ook deze verfrissing wordt u weer aangeboden door PDM. Deze man praat heel veel, maar zegt eigenlijk niks. Moet je horen. Deze ook niet. Die zwaait. Vriendelijke man, aardige man. En zelfs op de knieën proberen ze de finish te halen. Dat ziet u wel, hè? Die ziet het helemaal niet meer zitten. Die zoekt het ijs. Die is het ijs kwijt. Ah, dat is een kittig stapje. He, dat is een kittig stapje. He. Die heb je ook, hoor, van die kittige boys. Die houdt iets omhoog. Iemand is zijn autosleuteltjes verloren. Daar rijdt u nu mee rond. Wie ze verloren heeft. Ja, en dit is de finish. En deze man is ontzettend blij dat hij er is, kan je wel zeggen. Terug naar Hilversum. I'm ready for take-off. Wat maken die vliegtuigen een herrie vandaag de dag, hè? Ja, kan het wel. Oh, oh. Nou, heel haar zitten van door de bar. Ik heb ook geen last van een hoop te vrezen hebben. Hoe was ik gebleven? Rodding, ik ga hem terugbrengen. Ah, even een tukje doen voor het eten. Hondje, aan tafel. Moet ik nou al eten? Ik wil net een tukje gaan doen. Hondje, schiet nou op. Kom nou eten. Ja, ik kom maar aan, maar ik... Schiet op. Ja, ik blijf niet wachten, hoor. Nee, maar ik heb niet zonder. Aan tafel. Ja, maar... Schiet op, je bent blijven zitten. Waar hangen ze? Oh ja, hier. Nou, komt er maar wat van. Nou, ik heb niet zo trek, maar ik... Schiet jij eens op? Hoppakee, nee, ik wil niet. Ik heb niet nodig. Nou, dan moet je het zelf weten. Dan gooi ik alles weg. Dat gaat het. Wat een onsmakelijk gezicht is dat. Denk erom, hoor. Ik ben van de politie en ik ben gewapend. Pak zo mijn pistool. Hier. Vroeger werd je eerst aangerand. Bellen. Zag er jij ook die kerkklokken luiden? Nog deurtje. Een wonderlijk tijdstip midden in de week, vind je niet? Genadig, ja. Bel, bel. Ga ik nou nog? Bel, 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 bel. Nee, dat is niet goed, hoor. Mijn motor heb ik laten reviseren van de week. Hij is nou weer helemaal perfect. Even starten. Ja, volgens mij start je hem leeg zo, hè. Roku, zullen we naar de Buffel gaan? Oh, goed idee. Dat is lekker eten daar. Nou, jongens, aan tafel. Zo is het ook. Het is lekker. Nee, dat ben ik ook niet. Ik ben de lat
nou maar gaan. Je krijgt die muur toch niet opzij. Ach, ik wil die muur een meter opzij hebben. Ik wil hier een open haard. Dat lukt toch nooit. Stom wijf. Excuus, dames en heren, voor mijn vrouw. Excuus. Kunnen jullie hem vinden, jongens? Het is allemaal wie verliest er nou de contactlens hier in het zand. Op zoek met de beest. Ik moet hem niet vinden, hoor. Ik ga hier zoeken. Hier. Ja, ik heb hem. Ik kom eraan. Ho, jij hebt mijn contactlens op, gek. Waar had dat lens? Dag, contactlens. Ben ik even blij? Ik heb een bril graag. Ja. Zoiets was het volgens mij. Leuk, hè? Dat zou ik niet doen, even. Zeg op. Dat heb ik het leukste van de hele dag, denk je dat? Ze zijn bij de finish, kom op. Dan gaan we kijken met z'n allen. Ze komen aan. De renners zijn hier. Kom op, jongens, daar gaan we. Hoi, even kijken naar de renners. Kom op. Hoppa, daar gaan we. Dames en heren, we staan hier op de plaats van de prijsuitreiking. De prijsuitreiking voor de drie winnaars van onze Ronde van Nederland. De finishing kan elk ogenblik plaatsvinden. We horen al aan het gejuich van de omstanders dat de finishers komen. Ja, ik hoor ze juichen, dames en heren. De finish heeft plaatsgevonden. En wie zal de winnaar zijn? Wie zal nummer 1 zijn? Zou het de ons getipte? Ja, ik geloof het. Daar komt hij aan, dames en heren. Theo Trommelrem, het is niet te geloven. Hij is de winnaar van de Ronde van Nederland van dit jaar. Theo, het is geweldig. Mag ik je heel hartelijk feliciteren met deze gigantische prestatie. Het is fantastisch. Ik ben uitgewoond. Ja. Ik ben zo uitgewoond. Ik heb gigantisch uit mijn hol gedemareerd. Het is verschrikkelijk. En dat gaat nu plaatsvinden, Theo. De prijsuitreiking. Ja. De ronde mis komt eraan. Geef jou de lauwe krans. Zo. En de gebruikelijke kus die bestemd is voor de winnaar. Ja. En dat is in dit geval, dames en heren, Theo Trommelrem. Zo, heb je wat te doen vanavond? Hartelijk bedankt. En jij nogmaals van harte geluk gewenst. Ja, graag gedaan. En dan willen we natuurlijk graag weten. Ja, natuurlijk. Waar schrijf jij jouw overwinning aan toe? Waar schrijf ik mijn overwinning aan toe? Nou, in de eerste plaats natuurlijk aan mijn talent. In de tweede plaats aan mijn doorzettingsvermogen. En in de derde plaats aan die vrachtwagen die me de laatste 20 kilometer een lift heeft gegeven. Ja, dat laatste hebben we natuurlijk niet gehoord, dames en heren. Maar... In de derde plaats aan die vrachtwagen die me de laatste 20 kilometer een lift heeft gegeven. Ja, nou, dat laatste hebben we niet gehoord, dames en heren. Hoe is het toch mogelijk? Ik zeg aan de derde plaats aan die vrachtwagen die me de laatste 20 kilometer een lift heeft. Vrachtwagen, 20 kilometer een lift. Hoe is het toch mogelijk met zulke goede ogen dat je dat niet hoort? In elk geval zijn we heel erg benieuwd. In ieder geval wel. Theo, wat ga je nu op dit moment doen? Ja, ik ga even mijn vrouw bellen als u erft. Mag ik even die beweegbare telefoon? Ah, kijk eens even, daar komt de telefoon aan. Dan maken we dat ook eens mee, dames en heren. Of hij gaat... Ik eigenlijk mijn vrouw van... Wat is het nummer ook alweer van mijn vrouw? 53x38. Hoe weet jij dat? Hij gaat nu zijn vrouw bellen, dat is leuk om dat even mee te maken. Hallo Aja! Aja, met mij! Ach, we hebben al die dagen gezeten! Ja, daar heb ik al die dagen gezeten. Ik heb een kroegentocht gemaakt. Nou goed, ik heb toch meegedaan aan die ronde van Nederland 6 dagen lang. Oh, dat is maar ook goed afgelopen. Je zal het niet geloven. Oh jee, gedisqualificeerd. Ik heb gewonnen. Wat zeg je? Kan je helemaal niet verstaan? Ik heb de televisie al gezet. Er begint zometeen een leuk programma. Wat is er gebeurd? Ik heb gewonnen. Ja, het is net begonnen. Maar ik spreek je nog wel. Dat kan je niet verstaan, hoor. Waar komt het rambam?
En zo staan we hier, dames en heren, aan de start van de bekende wielermanifestatie De Ronde van Nederland. Deze keer met een traject met heel veel bergen. Goeiemorgen. En we gaan hier aan de start even een gesprekje houden met bekende favorieten, waaronder Theo Trommelrem, die ik hier net langs zag komen. Theo, wil je even hier komen? Dames en heren, we gaan even een gesprekje houden met Theo Trommelrem. Theo, even...